Hey, goedenavond en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Barry Bout. Vanavond gaan wij onze collega's van Geodesie en Geofysica assisteren bij het in kaart brengen van de onder- en bovengrondse infrastructuur in de Piet Hein tunnel in Amsterdam. Waarom wij dit doen en hoe we dit gaan doen, daar gaan we dus achter komen in deze vlog. Ik heb er zin in. Gestart en ik hoop dat je het op het scherm kunt zien, maar wij kunnen hier meekijken wat er ondergronds aanwezig is. Hier zie je bovenste deklaag, dus het asfalt, en eens in de zoveel tijd komen we hier een lus tegen. En deze lussen die willen we in kaart hebben. De data die wordt later op kantoor wordt die nog gefilterd, er wordt de ruis eruit gehaald zodat je echt een helder signaal hebt. Dus ik ben benieuwd naar het resultaat. Wat is hier dan aan de hand met al die bollen? Ze zijn hier heel de tunnel aan het inmeten. Oké. Okay. Je ziet hier allemaal van die bollen staan, dat zijn een soort reflectiebollen en daar schieten ze allemaal lasers tegenaan. Maar ze meten hier heel de tunnel in. Ja. Ook boven de grond heb je allerlei objecten in de tunnel die je het liefst in kaart wil brengen, mocht je nog eens aan de tunnel gaan bouwen. Ja, denk bijvoorbeeld aan ik noem maar iets, brandblussers of lampen, deuren. Die wil je in kaart brengen. Dus je kunt je meetlint pakken en je pen en papier om alles te schetsen. Maar je kan net zo goed een 3D-model maken. En het 3D-model dat maak je door middel van een camera en een aantal van deze bollen als referentiepunt. Het ziet er best wel gezellig uit met al die bollen zo. Die camera die maakt zo ontzettend veel foto's. Die bundelt die in een puntenwolk. En met die puntenwolk heb je in principe al een 3D-model staan. Met het 3D-model kun je dus weer verder bouwen. Je hebt exact de afstanden van links naar rechts, van voor naar achter, boven naar beneden. Dan kun je je meetlint al thuis laten liggen. Intussen zijn we weer op kantoor aangekomen waar we het moment supreme van de metingen kunnen delen. En dat is het 3D-model. Dat ziet er zo uit. Boom! Een compleet 3D-model van de tunnel, inclusief de lussen die ondergronds aanwezig zijn. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En mocht je nog ideeën hebben waar wij een volgende vlog op kunnen nemen, of heb je een bijzonder project, stuur dit dan naar onderstaande mailadres. En wie weet wij elkaar de volgende keer tegenkomen. Bedankt voor het kijken. Later!